Je hebt een hele grote snottebel. God, nee, gast. Ja, lekker, gast. Dit is een betere. Lekker, maatje. Dit is zeker de grootste die ik tot nu toe de boot heb gehad. Hey, kapitein Simon. Hey. Hoe is jochie? Ja, goed. Lekker. Kijk nou even wat voor weertje we hebben meegebracht. Oh, mooi hè? Dit is echt dikke maan. Wat gaan we ermee doen vandaag met het weertje? Wij gaan op een heel vlak watertje mooie meervallen vangen. Ja, en wat is het doel? Doel? Ja, toch wel 1,50 plus. En joekel hè? Ja, gewoon een joekel. We gaan nu voor de grootste vis die we tot nu toe in de boot hebben gehad. Dat lijkt me goed. Zullen we dat maar doen? Ja. Lijkt me een goede afspraak. Lekker. Yes. Welkom allemaal weer bij een nieuwe video. Ik ben hier met mijn maat Simon en wij gaan vandaag kijken of we echt een joekelmeerval kunnen vangen. Het is heerlijk weer. Het is windkracht 1-2. Het blijft als goed is behoorlijk lang nog zo. Ja, het windje trekt nu een klein beetje aan, maar het blijft gewoon kassen. Oh, wat lief. Kijk nou. We zijn weer in de buurt van de Biesbos. We gaan lekker vissen. Ik heb er heel veel zin in vandaag. Ja, laten we eens even kijken of we een mooie meerval kunnen vangen. Ik heb er heel veel zin in. Simon voor het eerst mee in de boot. Kapitein Simon. Lekker. Zo zin in. Ja, en de ene daar zo, die hebben we er ook zin in. Maar ik ben blij dat je er zin in hebt, maat. Ja, laten we eens even gaan knallen. We gaan even gas erop gooien. Ja, en dan gaan we vanuit de eerste stekkie. Gaan we doen. Lekker. Simon! Hey. Wat ben je aan het doen, jongen? Nou, ze hebben een mooie cocktail te maken. Wormencocktail? Ja, een wormencocktail met spicy juice. Oh, wat lekker. Van Daniel. Geheime ingrediënt. Geheime ingrediënten. Eens kijken wat voor Rick je hebt. Jij hebt best wel een klein haakje, hè, Fischheim? Ik heb gewoon een klein haakje en dan nog een hufter haakje eronder. Lekker. Dan heb je er een beetje op geregen. Lekker. En gewoon eens even met. Ja, een beetje karig beginnen en kijken wat werkt. Jij ging voor mij veel wormen eraan, maar wat minder. En je hebt een t-shirtje eraan? Ja, heel simpel, heel fijn. Ja, niet gekke toeters en bellen. Nee, nou mooi. Dit is alles, 5-6 wormpjes. Perfect. Ja, maar dit beweegt toch al prachtig. Laat dat het eerst maar eens even doen. Ja. En dan gaan we weer straks verder kijken. Ja, is goed. Wat werkt. Cool. Zo Simon, daar zitten we dan. Zo. En mooi hè? Ja. Even kijken, man. Zit je als een koning? Nou, dat wou ik net zeggen. Jongen. Schermpje erbij, hengeltje erbij, zonnetje erbij, mooi weer. Nou, wat wil vissen nog meer? We hebben een biertje vergeten. Nou, dat maakt niet uit. Hoor. Nee, hè? We hebben kom er alles lekkers bij. Ja. Dat komt helemaal goed. Dat was wel lekker smikkelen. Ja. Maar eerst een visje. Je had bijna binnen 1 seconde vissen. Nou, hij meteen bijna liggen, ja. Ja, had wel een knabbeltje in en binnen 1 minuut. Het was wel een minivisje, maar dat maakt niet uit. Klein visje. Ja, er komt er weer eentje aan. Ja, ik denk dat we er wel een gevangen. Zet hem op. Jij ook. Even de bodem hier, jongen. Dikke. We zijn nu recht naar jou toe. Ja, man. Moet omhoog. Stop. Ja. Ja, die gaat pakken. Oh. Deze twijfel hoor, of die gaat pakken. Ja. Ja. Oh, mis! Mooi, hè? Ja. Zag je mooi, hoe mooi die er omheen draaide? Ja. Nu is hij geïnteresseerd. Ja. Ja. Hebbes. De boef. Hier, nog uit. Kijk eens. Hoppatee. Op tv. Nou, toch wel mooi, hè? Ja. Mooie vis. Hoppa. En de grootste mensen. Oeh, die ander is ook wel geïnteresseerd. Zie je dat? Ze vinden het wel leuk wat er allemaal gebeurt. Dus dubbele hoek op dan. Beetje bewegen. Ja, hij draait. Hij komt.
Hij gaat het pakken hoor. Ja, gaat het pakken? Ja, ja, ja. Oh. Weer hè? Ja. Hij gaat het pakken hoor. Ja. Kom Simon! Nee! Nee, nee, maar ik dacht al dat ik moest wachten hoor, maar... Hatse flatsie. Eerste meervalletje. Nou, we hebben al 3 of 4 keer beet gehad. Het zijn allemaal minis hoor, maar ja, niet minder leuk. Oh. Super vet man. Eerste slijmjurk is binnen. Nou, jij was hem aan het drillen. Toen was er bij mij nog wel één geïnteresseerd, maar... Oh. Baga. We hadden er bijna gewoon 2. Ja, we hadden bijna een dubbele hoek op. We hadden wel lachen geweest. Het staat wel op de 360, die aanbeter van jou, maar dat was echt een heel kleintje. Ja, volgens mij. Heel kleintje. Maar ze is super tof man. Echt, echt leuk. Ik ga mooi terug. Mooi beest, toch? Ja. Mooi begin. Lekker hoor. Lekkere slijmjurken, hè? Slijm jongen. Ja, jij wilde op die dingen vissen. Hey. Nee, jij wilde op die dingen vissen. Oh, wilde ik een dikke vis pakken? Was dat het? Ja, jij was het. Oh, nou. Kijk, ik heb mijn lijn in mijn hand getrokken. Oh. Hoe voel dat nou? En dat vond ik lekker. Hatsjoe! Hatsjoe! Ja, 2. Ja, kom. Dit is een mini hoor. Ja. Want anders doe ik wel op de 360 graden. Ik moest een beetje te pielen met mijn vormen. Uiteindelijk ja, toch gepakt. Balinkies. Maar wel tof. Simon! Ik kijk even naar links. Wat is dit dan, jongen? Dit is een kleine spriet. Oh my god, hé. Hey. Nou, dit is echt alle kleintjes die ik hier ooit heb gezien. Wauw. Deze is amper 50 centimeter. Ja, joh. Ja. Nou, we zo meteen even zijn moeder gaan. Ja. Wat een gast ben jij ook. Kun je als aasvis gebruiken, joh. Ja, kunnen we er zo aan houden. Wat een gast, jongen. Hey, we hebben net ook Big Bertha gezien. Dus was die nou vervangen? Groot, hè? Ja, die was groot. Gaan we een paar keer kijken? Ja, knabbelde mij hier 1 keer. Ja. Godsamme, 2 meter vis. Die gaan we zo meteen Zo, het is een klein beetje veranderd hier zo. De wind is er een klein beetje ingekomen, de stroming staat volop en het zonnetje staat hoog. Simon, wij hebben een nieuw plannetje. Kijk, er komt even een treintje aan hoor. We gaan even wat tijd doden. We gaan even kijken of we een snoekbaarspelagisch kunnen vangen. Dat moet wel lukken, want we hadden er net al bijna één en we hadden nog geen halve minuut geprobeerd. Nee, precies. Dus dat belooft wat. Ja, nice. Ja, we liggen hier een beetje uit de stroming achter zo'n pilaartje. We liggen gewoon rustig zo te zoeken of we zien op het scherm. En Simon's kort hengeltje, snoekbaarshengel, shed, mag natuurlijk weer, mogen we met kunstaas vissen. Zware shed, zware kop, we kijken of we even snoekbaars kunnen vangen. Moet vast lukken. Ik ga deze even aanzetten en dan gaan we even kijken of we die live aanbeet kunnen krijgen. Want ik denk dat wij... Ik denk dat wij even een paar uurtjes moeten wachten voordat die meervallen weer losgaan. Ja? Ja? Ja! Oh. Lekker gast. Oh, wat vet dit. Jezus gast. Zo. Mooi of niet? Lachen dit. Hoppa. Wat een ram jongen. Zo. Niet normaal. Niet normaal. Wat een ros erop, jongen. Lekker laat. Lachen. Wat een ros, jongen. Geniaal. Simon. Nou. Wat flik je me nou? Dat duurde niet lang, hè? Nee, dat duurde 1 minuut, denk ik. Of 2. Wauw. Jezus. Ram erop, jongen. Oh, wat een mooie vis, joh. Zo.
Hij draaide er mooi heen, die shit. Even stil hangen. Nou, echt een rosser op, jongen. Lachen, maat. We hebben een blije Simon. Ja, tuurlijk. Hier word je toch blij van, of niet? Ja, wat zal die zijn? Tegen de 70? Ja, 65, 70. Ja, mooie vis, maat. Prachtig. Oh, heel vet. Heel vet. Heel vet. Nou, die shit die was ook helemaal weg. Nou. Zal ik even een plaatje van schieten? Ja, schiet maar zo. Nice. Woep. Lekker pik. Ja, dat duurde niet lang. Nee. Nummertje 4, wel echt weer een mini. Even kijken, hij heeft beet. Ja, je moet eigenlijk het zonnetje meefilmen. Allemaal tandafdrukken van andere meervallen, zie je dat? Krassen, of je dat op film. Ja, dat zie je wel. Hier zo op zijn kop. Overal. Overal tandafdrukken. Ik denk dat hij net klaar is met de paai. Visie. Wat een vlot. Goed voor de meerval. Wat treinen! Ja. Gekke gei. We zijn weer full on aan het meervallen. Full. Snoepbaars is weer over. We zijn weer back on track met de meerval. De wormen zitten er weer aan. Het kwakhout is gereed. Er ligt een vis bij mij. Ik ga hem even vangen. Oh, aardige vis staan nou. Het is echt een goede vis. Ah, je. Hij is kwakhout geïnteresseerd. Dat is mooi. Laag. Hij is er nu onder jou. Ja! Lekker gast! Dit is een betere! Lekker maatje! Dit is iets beter. Goeie hard op, jongen. Ja? Ja. Goeie peun. Ja. Toch meer wormen, Simon. Toch even een handje meer wormen. Ja, lekker maat. Volgens mij is het wel een redelijke vis. Dit is zeker de grootste die we tot nu toe de boot hebben gehad. Ja, ah, is wel leuk, hè? Zeker een leuke. Ja. Lekker maat. Hoppa. Jee. Wee. Kijk eens aan. Dit is de grootste vis tot nu toe in mijn boot. Het is nog geen echt meer van monster. Hij is exact 1,25 meter. 25. Nou ja, gewoon een leuke. Visie toch? Ja, dat is mooi sterk. Even kijken hoe Simon dat vakkundig doet. Een lange tang. Grote bakkes. Kijk eens. Mooi man. Wat een zwaar jurk. Wat een lekkere flapper. Vet hoor. Heel vet. Lekker Simon. Ja, super. Ben je blij? Tuurlijk ben ik blij. Hoppa, kijk eens. Mooi hé. Mooie lange. Lange slijmjurk. Lekker jongen. Oh, joh. Wil je fotootje? Ja, wel hè? Plaatje schieten. Is goed. Hij heeft echt een rare pit op zijn kop zeg. Hoppa. Kijk. Wow! En dan gaat hij diepte in. Dit is de allermooiste meerval release die ik ooit heb gezien, maat. Zag je hoe ver hij wegzwom? Ja, hij ging een heel eind diep. Kijk het op de film nog wel even terug. Ja, fucking vet. Lekker, maat. Nou, ik was net zo heel mooi zo een beetje aan het vertellen dat we full-on voor de meerval gingen. Zo, het zeiltje is goed smerig. En daar hebben we het zeiltje voor. Zo is het. Zodat de boot niet smerig wordt.
Ja, ik gooi het water uit. Ja, lekker man. Ik heb medelijden met de snoekbaarsvissers, want die vangen helemaal niks. Nee. Je hebt een hele grote snottenbel. Meerval snottenbel. God, nee, gast, flikker op. Nee, dat wil ik niet. Niet nog meer, joh. Oh, je hebt hem even geknuffeld, hè? Ja, mij denk ik. Ja, mij. Ik ben blij. We hebben een mooie vis. Leuk. Zo is het. Dan mag het een beetje goed. Mooie snoekbaars hebben we gevangen. Dit is wel even... En nu, kijken of we deze... Het zou wel mooi zijn als we deze ook nog kunnen hebben gereden. Maar gefeliciteerd met het bootrecord. Zo is het. Hey. Op naar de volgende. Simon heeft zojuist het nieuwe bootrecord gevangen. Het is niet een record dat heel lang zal blijven staan, denk ik. Het is wel tot nu toe gewoon de grootste vis uit de boot. Maar ja, hij zou in theorie zo meteen gebroken kunnen worden. Ik ben in ieder geval blij. We hebben al 5 meervallen, toch? Ja, ja, ik heb er 3, je hebt er 2 en je hebt er snoekbaars. Nou, dan 6 vissen. Lekker. Ik stook onder het slijm, maar het hoort er allemaal bij. Helemaal toppie. Lekker, man. Ik hoop dat je het leuk vindt. Geef even een likeie. Het is toch ook leuk? Het is toch ook gewoon leuk? Ja. Ja, het is ja, we gaan zo meteen even iets lekker... We kunnen wel lekker koekie eten om het te vieren. Normaal had ik gezegd, laten we een biertje openen, maar die zijn we vergeten. Nou ja, colaatje dan. Ja, ook lekker. Lekker maat, lekker. 1 minute 37 seconds later. Fijn man. Waar ben je mee bezig, jongen? Hoppakee. Mini meerval. Hij is wel mooi licht. Nou, lekker maat. Waar is er weer heen? Hè? Yes. Ah joh, leuk toch? Flop. Soms moet je door de kleintjes heen vissen om een dikke te vangen. Precies. Lekker. Zo blijf je wel bezig met je wormen, Simon. Ja, zo gaat het hard met de wormen. Ik was blij dat ik ze erop had zitten. We moeten natuurlijk goed voor onszelf zorgen. Dus ik heb weer even een lekker broodje meegenomen voor op het water. Het is nu 7 uur geweest. Het is tijd voor avondeten. Simon zit nog super gefocust. Even lekker door te vissen. Ik heb lekker mijn sappie. Ik heb een broodje met grote zalm en boursin. Ik weet het zeggen, hè? Geen Daniel Wijs vlog zonder eten. Nou, dat is ook echt zo, want... Ik hou gewoon van eten. Om eten moet je doen. Een paar keer per dag. Dus ja, dan gaan we dat gewoon even doen. Oh jongens, dit wordt me toch een broodje. Trouwens, shout-out naar Francis. Francis is fit girl van het jaar geworden bij FHM. Dus dat is wel vet. We waren er gisteren, was hartstikke leuk en gezellig. Francis kreeg een fit girl award. Dus ik ben best wel trots op haar. Best wel cool dat ze dat heeft gewonnen. De fitste vrouw van het jaar. Francis niet heb gefeliciteerd. Moet je natuurlijk straks even naar Instagram gaan. En even Francis feliciteren. Of gewoon hieronder in de reacties. Want ze lezen ook. Nou jongens, proost. Ik ga lekker mijn broodje eten. Super lekker. Is je lekker? Ja. Het smaakt goed. Mooi. Zullen we hem even verplaatsen, de boot? Ja. Mooi. Dat is een goed plan. Ik kies een kant. Een grote vis. Is goed. We gaan even een stek met een grote vis uitkiezen. Een shed met grote vissen. We gaan even een shed met grote vissen uitkiezen. Dat komt helemaal goed. Monster. Hey, maar Jezus gast. Meerval nummer 7. Ja. Meervalletje. Ja, kan ook, het zou ook een paling kunnen zijn of een. Captain Smurf. Heb je wat? Ja joh. Ja nee. Kikkervisie. Nee, maar die is geen 2 meter hè? Nee. Maar Simon heeft wel al de grootste van de boot gevangen. Oh echt? Ja. Dus nou, nu... lekker, ja, hij mag terug. Gooi me terug, maat. Ik ben aan het filmen. Hoe hebben jullie dat ontvangen dan? 7. Hoeveel? 7 meervallen. Hoppa. Oh, lekker. Lekker, maat. Goed bezig, Simon. Ja hoor. Nou, Simon, het is mooi geweest. Zal ik nog even de wormen eraf haal truc laten zien? Dat ga jij hem laten zien. Wij doen meestal de wormen afhaal truc. Hey, ik zit hier ook nog, ik word hartstikke nat. Dat gespetter van je. Hoppa.
Ja, kale haken. Kale haken. Kijk. Ja, het laatste beetje zit er nog op, maar dat trekken we er zo af. Oh, zit de spetter zit op de lens of niet? Het zonnetje is onder. Ja jongens, er zijn nog vissers op de kant. Er liggen nog twee bootjes. Wij gaan er in ieder geval weer vandoor. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat Simon er weer eens een keertje bij was. Dat is al een hele poos geleden. Wij hebben echt een ontzettend lekker dagje gehad, al zeg ik het zelf. Ik denk dat Simon dat kan beamen. Wij hebben hartstikke genoten. Ja, hè? Wij gaan lekker naar huis. Ik ben helemaal niet ontevreden. 7 meervallen en een snoekbaars. 4 voor Simon, 3 voor mij en voor Simon nog hele mooie snoekbaars. Laat even een likeje achter als je het leuk vond. Laat even een likeje achter voor Simon voor die allergrootste vis die we tot nu toe in de boot hebben gehad. Die 2 meter gaat er aankomen. En natuurlijk de how-to's. Want de vorige video had genoeg likes voor de how-to's. Dus die gaan er aankomen. Wordt super vet. Ik ga een how-to maken voor bellyboat en boot. En een how-to voor meerval vanaf de kant. Dus jij kan straks ook jouw meervallen vangen. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie graag aankomende woensdag om 7 uur terug bij een nieuwe video. Thanks voor het kijken. En de mazzel. Mooi man. Mooi geweest. Pruimen. Ga opruimen. Ga naar huis. Yes. Potverdikkie. Hé hey joh, is veel meer. Ja joh. Hey. Ja, we gaan nog lekker broodje maken zo. Dat gaan we ook nog doen, ja. En dan 2,5 uur rijden. Jazeker. Je kan hem ook nog omdraaien, hè? Kan nog zwaaien. Omdraaien en zwaaien? Nee, maar daar hou ik niet van. Nee. Hoef ook nog zwaaien ook. Nu zijn we echt weg, mazzel. Zo, even voor het geval er nog een bever zit, Simon. Ja. Voor de camera. Zo gek! Oh, dat kan je niet zien. Jezus, gek! Niet normaal. Oh, ik moet niet het licht in mijn auto aanzetten straks. Ik vind het altijd zo mooi, jongen. Dat laatste zonnetje. Is het toch weer niet de laatste shot van de video, maat? Toch weer niet, hè? Nee, toch weer niet. Zijn we gewoon weer terug. Om het leven. Van de biesbos te filmen. Ik hoop voor jullie dat we nog een bever spotten. Meestal komt hij pas in het donker naar buiten. De vorige 2 keer dat ik hier was, heb ik een bever zien. Allebei de keren. Zou leuk zijn. Vuurtje op zijn nest. Prachtig. Bever, wat ben jij? Veel futten hier. Keine bever. Wat een vliegen, die jongen. Die opening was het wel heel erg, hoor. Wat? Bij die opening ja, was joh. Alles met die muggen. Hé. Hey. Daar gebeurt ook weer wat in het water. Zal dat hem zijn, de bever? Daar. Nee, weer een fuut. Bevers gaan vaak dicht langs het kantje, hè? Ja. Yep. Oh, jezus, gast! Zo, oh. Ja, had je mond open? Oh. Wat? Oh. Oh, mijn god. Dit is echt ziekelijk. Ja, vorige keer zat hij hier. Kijk, daar gaat hij. Ja, daar gaat hij. Daar gaat hij. Beetje gas erop, beetje gas erop. Daar gaat de bever. Nou, of is het een rat? Ja, dat zou niet kunnen. Een hele grote rat dan. Een klein bevertje. Volgens mij is het een bever. Het lijkt wel een witte bever, joh. Albino-bever. Albino-bever. Oh, is een witte rat! Hele grote witte rat, gek! Ja? Ik zweer het je, gek! No! Ga zo... Oh! No, maat! Hele grote witte rat. Dat ding was huge. Kan die overleefd hebben? Wat? Ze zijn gewoon in de maling genomen door een rat. We zijn in de maling genomen door een rat, ja.